klacht van de dag. Hallo, mijn naam is Ernst en ik werk als klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. Mijn klacht van de dag is dat ik vandaag gebeld werd door een meneer. Hij heeft een gezin met 6 kinderen en er is beslag gelegd door de deurwaarder op zijn inkomen. En er is geen rekening gehouden met de juiste beslagvrije voet. Hierdoor zijn de problemen nog groter geworden, nog meer schulden, waaronder een achterstand met de premiebetaling van zijn zorgverzekering. Ik heb bij de deurwaarder geïnformeerd of er rekening is gehouden met de juiste beslagvrije voet en of dat met terugwerkende kracht gehanteerd kan worden. Dat hebben ze gecorrigeerd en wat ze teveel aan beslag hebben genomen, hebben ze alsnog teruggestort. Als tip wil ik meegeven om altijd na te gaan of de juiste beslagvrije voet is gehanteerd. Dit kun je zelf berekenen via schuldinfo.nl en anders met hulp van de sociaal raadslieden. Blijkt dat ze niet de juiste beslagvrije voet gehanteerd hebben, meteen aan de bel trekken bij de deurwaarder en vragen of ze dat met terugwerkende kracht kunnen corrigeren. Ik ben Renier van Zutphen, ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen. Iedere dag. Hebt u een klacht? Laat het ons weten.